Welkom bij First Class. Vandaag maak ik voor jullie klaar gepaneerde schelvis in broodkruim met ratatouille, aardappel en basilicum. Wat hebben we nodig? Schelvisfilet, tomaat, geconfijte paprika, ui, basilicumolie, mosterd, courgette, aubergine, aardappelpuree, broodkruim, gerookte paprikapoeder en kippenbouillon. Hier hebben we een mooi stukje schelvis, dus een filet van schelvis. We hebben het vel eraf gedaan. Hoe dat we dat gedaan hebben, dat hebben we al eens gezien in een vorige uitzending van First Class. Dus we gaan nu eerst de vis mooi kruiden met peper. Wat zout. En peper en zout aan de andere kant ook. Dan nemen we een ovenschoot. Een klein beetje olijfolie van onder en de vis erop. Dan gaan we de vis mooi insmeren met mosterd. Dan gaan we wat broodkruim op de vis doen. Dus broodkruim hebben we ook al eens gemaakt in een vorige uitzending. Een heel klein beetje olijfolie er van bovenop. De oven die hebben we al voorgewarmd op 200 graden. En nu gaan we de vis gedurende 8 minuutjes in de oven garen. Nu gaan we verder met de ratatouille. Dus we nemen een kookpot. Doen daar wat olie in. Doen daar wat gesneden ui aan toe. De ui wat kruiden. Dan doen we de fijn gesneden aubergine erbij. Olie erbij. Dan nemen we wat citroentijm. Doen we rijkelijk citroentijm bij. Dan hebben we hier geconfijte paprika. Geconfijte paprika, dat hebben we ook al eens gemaakt in een vorige uitzending van First Class. Vindt u terug op firstclass.tv. Dan hebben we hier brunoise gesneden van tomaat. Dus tomaatjes dat we eerst vliesje eraf haalden, pitjes eruit haalden. En dan een mooie brunoise gesneden. Een klein beetje peper en zout aan toevoegen. Dan hebben we hier fijn gesneden courgette. Voegen we als laatste eraan toe. We gaan ons wat afkruiden met paprikapoeder. Klein beetje kippenbouillon. Dit gaan we gedurende 5 minuutjes een zacht vuurtje laten verder pruttelen. Dan hebben we hier afgewerkte aardappelpuree. Daar doen we 2 lepels van in. Dan hebben we hier wat olie van basilicum. Basilicumolie is ook een basis die ik heel veel gebruik. Dat hebben we ook al eens gedaan in First Class. Gaan we mooi gaan losroeren. De vis die heeft nu 10 minuutjes in de oven gezien. Dus steek met je punt van je mes door de vis. Kan je er goed doorsteken. Haal je het eruit. Leg je punt van je mes tegen je lip. Is je mes warm, dan is je vis perfect gaar. Dus we plaatsen een dot puree kant van het bord. We nemen ons paletmes. We gaan hem mooi uitstrijken. We nemen onze ratatouille. We plaatsen een ratatouille op het bord. Het visje er mooi op. En wat olie van basilic. Schelvis gepaneerd met broodkruim, ratatouille, aardappel basilic. Super zomers gerechtje. First Class, zeker lekker. Tot de volgende keer en smakelijk.